In het cultureel centrum De Witte Lotus is gisteren het jaarlijkse midherfst of Chinese maanfeest gevierd. Dit jaar had de organisatie als gasten de Chinese Wushu Martial Arts vechters van de Sangshan Tempel. Kung Fu Master Long Dao heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat over 5 jaar er een boeddhistische tempel in Suriname komt. Verder zal er een uitwisseling plaatsvinden van informatie over medicinale wijsheden tussen Suriname en China. De viering is traditioneel ingeluid met een pagara en de leeuwendans van de Chinese vereniging Kong Yi Tong Sang. Ook vonden er verschillende optredens van de Cultural Arts Center, de Chinese Vrouwenvereniging en Tsungshin-kerk plaats. Het maanfeest wordt jaarlijks op 1 oktober, de 15e dag van de 8e maand van de Chinese kalender, herdacht. Het valt samen met de oogstperiode. Voor Chinezen is dit een van de belangrijkste familiefeesten. De maan staat namelijk symbool voor harmonie, eenheid en dankbaarheid.